Het Openbaar Ministerie en de UNICEF hebben een overeenkomst getekend om het project Effectuering Alternatieve Afdoening Jeugd uit te voeren. De aanzet tot dit project werd al in maart 2015 gegeven, toen in het Surinaamse wetboek van strafrecht de mogelijkheid werd geïntroduceerd om minder ernstige strafbare feiten van jeugdigen af te doen middels een alternatieve afdoening, waarbij de jeugdige zoveel mogelijk bespaard blijft van een strafblad. Met de ondertekening gisteren zal de conceptwetgeving voor de effectuering van de transactie en taakstraffen voor jeugdige delinquenten nu verder worden ontwikkeld. Leerlingen van de H.C. Pawelschool en de Sint-Tadeusschool in Saramacca hebben sinds gisteren een eigen schooltuin waarin ze zullen leren verschillende gewassen te verbouwen. De plantenkas is onderdeel van het subproject 02 Resilient School Feeding Program dat wordt uitgevoerd door het ministerie van LVV in samenwerking met het ministerie van Onderwijs. De financiering is afkomstig van het Mexican Agency for International Development Cooperation met ondersteuning van de FAO. Het districtscommissariaat van Brokopondo zal met een donatie van de Staatsolie Power Company Suriname, SPCS, de bermen en openbare plaatsen in het district kunnen onderhouden. Met de overdracht van de werktuigen, waaronder kruiwagens, shovels, harken en houwers, draagt SPCS bij aan een schone omgeving voor de gemeenschap van Brokopondo. Staatsolie vindt het belangrijk om zich te blijven inzetten voor Suriname, in het bijzonder voor de gemeenschappen waarin het bedrijf actief is.